Uitgeput van het ontbijt. Dat is nieuw. Ja, we gaan even bijkomen. Met ontbijten. We moeten even bijkomen. Dat is niet normaal hier bij te gaan. Ze doet erg de best. Wat een bagger. John was a bit too much, maar... Was een beetje too much met het ontbijt. Het is weer een beetje foggy. Maar volgens mij is het droog. Ik zie geen spetters in de plassen. Allemaal prullen vanuit de schoenen. Alle schoenen zijn nog nat. Ja, dat is niet lekker, hè, schat? Nee. Natte schoenen aandoen. Beetje dempie, hè, zo. Maar we kunnen er wel lekker bij zitten. De ontvangstruimte. Good morning, and off we go. We go again. Half tien. Het is 9:30. Even inkomen, een beetje natte schoenen nog. Een erg zware buik van een mega ontbijt. Dat is niet normaal. Het is droog. Het, nou. Een beetje mist, nat winddingetje. En de verwachting is dat we vandaag ook nog een beetje sunny krijgen. Dus, nou, wij wachten het rustig. En dat zien we, zijn vertrokken bij het restaurant gewoon, bij het B&B. Smokkel een paar kilometertjes, maar dat hebben we wacht. We verlaten het asfalt. We gaan het strand op. Een stukje over het strand lopen. Nou, helemaal ergens naar de overkant. Old ladies are going to swim. Ploegen door het zand. Ierland, hele smalle burgertjes, voor alleen maar slanke mensen. Past maar net. Ja, dat past maar net. Nou lijkt het in de verte toch opeens maar zomaar wat beter weer te worden. Zou de zon daar schijnen? Lijkt erop. Het is echt zonnig daar. Zonnig. We doen even een picnic on the beach. Normaal doe je dat natuurlijk met mooi weer, maar wij niet. Oh. We doen het gewoon omdat het een mooi plekje is. Koffie erbij. Mooi uitzicht. Af en toe een miezertje. Schat, is dit Zuid-Frankrijk? Palmbomen. Groeien hier palmbomen. Ik weet niet waarom, maar... Tropisch klimaat. Het is wel lekker vochtig, dat klopt wel. Aan de overkant zijn we begonnen. Helemaal rondgelopen. Helemaal daar. Daar zit achter nog een innammetje. En nu zijn we hier. Het is werkelijk prachtig hier. Het een is nog mooier dan het ander. Ik heb niet eens last van mijn hoogtevrees. Mooi paadje, natuurgeweld bij de zee.
Een beetje nat hier. Mag het pret niet drukken. Zo gaaf. Het schiet niet erg op, want hij wil ook wel foto's van maken. Nou, wat vind jij hiervan? Ongelooflijk, man. Dit is echt Ierland zoals ik het gehoopt had. Hier kwamen we voor. Daar staan de koetjes te loeien. Ik denk dat dat niet weet. Huh? Dat niemand dat weet, want dat loeien de koetjes. En dan nog één. Even wat eten, wat drinken. En dan gaan we weer landinwaarts. Gaan we naar het BNB toe. Kilometer op 3, toch? Ja, zoals 4. Het is een beetje door de bush. Stroomopwaarts moesten we lopen. Nou, de rivier ligt hiernaast. En dit is stroomopwaarts. En dit is de kamer. Een suite. Het is, ik denk een soort bruidssuite. Ik vind het een beetje zo'n mondain skiri soort. Ja, misschien kan je hier ook wel skiën. Kijk, die berg, daar moeten we denk ik overheen. Maar dat is pas morgen. Eerst naar de pub.